De veranderingen in het onderwijssysteem zullen geen belemmering vormen voor verzorging van kwalitatief onderwijs. Zo stellen Rika Migu en Raina Pokorny, docenten op de A.R. Lewin School, tegenover onze redactie. De docenten blikken tevreden terug met het vooruitzicht dat het nieuw schooljaar eens zal zijn vol uitdagingen en succesvol ten einde zal worden gebracht. Even moet aansluiten op daarop van vorig schooljaar. Ja, was het heel enerverend, een heel enerverend jaar. En ik denk dat het wel die trend nog even zal opvolgen, maar we gaan ervoor. Ja, voor mij ja, hetzelfde. Het waren echt dat nieuwe systeem in het onderwijs. Het was heel erg enerverend, vooral administratie. Stukken in orde maken. We hebben andere collega's ook gevraagd om ons te helpen, want anders zouden we niet klaarkomen met ons werk. En ja, we kijken voor dit schooljaar uit met een positieve blik. En ja, we wensen alle scholen ook een vruchtbare schooljaar toe. Doorzetting en wilskracht van beide kanten zullen volgens het duo moeten zorgen voor een succesvolle afronding van het schooljaar. Collega's en studenten worden aangemoedigd hun beste beentje voort te zetten. Oké, we zijn een team. En dat team, we kunnen op elkaar bouwen, op elkaar rekenen. En ik denk dat het wel goed komt hoor. Ja. Ja, ons team is een hele sterke team. Dus het was eigenlijk afgelopen schooljaar nieuw wat wij hebben gedaan. We hebben van het jaar nu leerjaar 11 en dan hebben nu 3 nieuwe leerjaren, leerjaar 9, leerjaar 10, leerjaar 11. En het is, laten we zeggen, niet nieuw meer. We weten al hoe we te werk moeten gaan. En dan op tijd met onze werk starten.